Het uitgangspunt van DA 91 is dat een rechtvaardig stelsel altijd gevoed zal worden door onze liberale ideologie. Dit zei DA 91-voorzitter Angelique Del Castillo gisteren op een discussieavond georganiseerd door de Kenniskring. Het thema van de avond was hoe verder na de wijziging van de kieswet. Volgens haar is vernieuwing een dringende noodzaak om het systeem eerlijker te maken. DA 91 is een belangrijke drager van deze vernieuwing en verbetering. Vanuit dit verheven doel kijken wij niet alleen op kort termijn, maar ook op langere termijn. Hoe verder naar 2020? Als politieke entiteit op dit moment, na aanname van de wetten, stellen wij vast dat wij aan de komende verkiezing zullen meedoen. Wij hebben nog steeds alle vrijheid, zoals wij die altijd hebben gehad, om dat alleen te doen. Wij stellen tegelijkertijd vast dat er vele wegen zijn die naar Kwamalasa moeten leiden, ondanks daar naar zeggen een inreisverbod schijnt te gelden. DA 91-voorzitter Angelique Del Castillo. Volgens pro-voorzitter Gerald Seucharan worden wetten gemaakt door het volk, want DNA is een vertegenwoordiging van het volk en zij bezit alle macht. Alle drie staatsmachten, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, zijn ondergeschikt aan de wil van het volk. Het volk heeft ze gecreëerd omwille van haar, om haar te dienen. Dus als het volk een wet heeft gemaakt, wil het volk niet dat een rechter die ondergeschikt is aan de wil van het volk, die wet terzijde kan leggen. Daarom behoren wetten in beginsel onschendbaar te zijn. Zou je dat niet doen, dan krijgen we hele rare situaties. Zodra een willekeurige rechter een wet naar zijn of haar persoonlijke overtuigingen niet ziet zitten, kan hij zij die wet bijvoorbeeld, als zij die wet onrechtvaardig acht, die wet terzijde leggen. Wetten moeten in beginsel daarom onschendbaar blijven. Pro-voorzitter Gerald Seucharan. Hij sprak gisteren tijdens de discussieavond georganiseerd door de Kenniskring. Het thema was hoe verder na de wijziging van de kieswet.